Dit is de laatste video van deze serie. Ik hoop dat je inzichten mocht ontvangen over de zaken waar je tegenaan loopt. En dat je nu begrijpt dat ondanks het feit dat spirituele groei uitdagend is, dat het geen vaststaand proces is. Het wordt geleid door je team in afstemming met je ziel en de afspraken die jij hebt gemaakt voor jouw incarnatie. Dus voordat je hier geboren werd op aarde. Zelfs vooraleer dat je ooit de eerste keer geïncarneerd bent. En hoe meer je afstemt op je innerlijke zelf en je innerlijke leiding, hoe meer je zal merken dat je lichtteam bij jou is op elk pad van je proces, dus op elke stap die je zet. En het is ook zo, soms laten ze jou even los om te kijken hoe dat je gegroeid bent. Maar ze laten jou nooit te ver afdrijven. Net omdat ze weten hoe overweldigend het is om een oneindig wezen te worden. En toch nog te moeten omgaan met de beperkingen van het fysieke lichaam en de 3D-wereld. Maar weet dat ook deze beperking met de tijd zal verdwijnen. Je ziel weet dat. En daar zit het grootste contrast in je leven. De grootste uitdaging. Je ziel is oneindig, maar je ego voelt dat de tijd dringt. En het groeien van dualiteit met contrasten en wrijvingen laat je groeien naar eenheid, zodanig dat je ook meer en meer gaat gaan beseffen dat er eigenlijk geen tijdsnood is. Een van de redenen waarom je nu naar de aarde kwam, is net om alle beperkingen, negativiteit te ervaren, zodanig dat je nadien weer je magische krachtige zelf kan worden. En dat met nadien bedoel ik dat niet in een volgend leven, maar van zodra je de keuze maakt om inderdaad in je proces te gaan stappen. En de belangrijkste tool doorheen je ascensie en om liefde te manifesteren in je leven, dat ben jij zelf. In mijn boek 96 Vlammen, ik ga het nogmaals eens tonen, beschrijf ik hoe dat je eigenlijk met de energie van de vlammen kan werken. En door de energie te integreren, kan je jezelf eigenlijk verder uitsturen. Want dat zal je behulpzaam zijn in alles wat je nog zou doen en wenst te manifesteren. En het is zo dat je lichtteam mensen op je pad brengt, zodanig dat je zou leren over jezelf en over het leven. Want net door te ervaren wat hij niet leuk vindt, en daar dat contrast, die wrijving te ervaren, ga je helderder weten wat hij wel wilt in je leven. Want vanuit wrijving en weerstand worden immers de mooiste diamanten vormgegeven. Dus duw doorheen die 3D-weerstand dat je ervaart. En duw niet langer alles die met het fysieke materiële te maken heeft weg, maar omarm het. Ga de uitdaging aan en laat het jou tonen wat je nog te doen hebt. Door de diepte in te gaan, zal je zien waartoe jij werkelijk in staat bent. Wil je nog meer leren? Dan kan je natuurlijk mijn boek 96 Vlammen aanschaffen. Ik ga het linkje opnieuw onderaan deze video meedelen. Dat zal je nog meer inzicht geven in bewustwording en je eigen ascensie. Maar wat je ook kan doen, is jou reeds inschrijven om deel te nemen aan het groepstraject Zelfrealisatie vanuit een hartgedragen bewustzijn. En dat is een groepstraject, is eigenlijk een spiritueel groeitraject. Een mentorship waarbij je gedurende 9 weken telkens leert werken met een andere vlam. En op deze manier ga je doorheen de 7 fasen van ascensie. Je werkt niet alleen aan healing, maar ook aan je bewustzijnsverruiming. En je leert omgaan met uitdagingen op je pad naar eenheid. Je ontdekt hoe een revolutie van het lieve uiteindelijk verloopt. Maar je ook aan innerlijke kinderwerk, droom verder uitzuiveren van je lichtlichaam. En kortom, via het traject, die gekoppeld is aan het boek, leer je verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. En leer je jezelf te healen door met die universele vlammen samen te gaan werken. Nu, dat traject kan je niet op elk gelijk moment van het jaar mee starten. Omdat er natuurlijk ook die groepsbegeleiding is. Dit traject start 2 keer per jaar. 1 keer in het voorjaar en 1 keer in het najaar. Wat betekent dat als je bijvoorbeeld in het najaar, nu het komende najaar, wilt gaan meedoen, dan kan je jou nu ook al inschrijven en dan is jouw plekje zeker verzekerd voor de volgende groep die van start gaat. Nu, ik ben er sowieso als jouw mentor en tijdens de wekelijkse vraagrondes kan je persoonlijke vragen stellen die te maken hebben met zaken waar je tegenaan loopt, die te maken hebben met het werken rond de vlammen, rond healing of wat dat dan ook is. Bovendien, blijf je toegang behouden en kan je de lessen volgen wanneer je er klaar voor bent, wanneer je tijd hebt. Want wat heb ik gemerkt tijdens de eerste ronde van dit traject? Dat het een heel transformatief traject is. Dat betekent dat sowieso heeft iedereen zijn eigen proces te lopen. En dat weken, dus rond sommige vlammen, rond sommige thema's, dat er veel meer weerstand is om met die vlam te gaan werken. En andere weken, dan zie ik hen smullen van de energie van die vlam.
Maar waarom? Omdat ze die energie van die vlam eigenlijk al reeds geïntegreerd hebben. Net met rond dit thema aan de slag gaan. Dus ook daarin vertrouw op je eigen leiding en durf je over te geven aan de flow van je eigen proces. Net daarom blijf je ook toegang behouden, eenmaal je ingeschreven bent en meegestart bent in de groep, blijf je ook levenslang toegang behouden tot de content, tot de transmissies en kan je iedere keer verder mee deelnemen in de groep en de gesprekken die in de groep aan bod komen. Zodanig dat je daar ook zelf leert, maar eigenlijk misschien ook zelf een spiegel kan zijn naar anderen toe. Dus vertrouw dat alles wat er op je pad komt, er ook voor zorgt dat je eigenlijk jou weer brengt naar waar je hoort te zijn. En weet dat wat voor jou voorbestemd is, dat je dat nooit zal missen. Je zal het nooit mislopen. Het universum zal je wel 100 of misschien wel miljoenen keren uit voorschotelen, totdat je op het punt komt dat je het klaar bent om te zien. Zo, ik hoop dat je echt diepe inzichten en dat de video's van deze YouTube-serie al een aantal inzichten en een transformatie en een proces op gang heeft gebracht. Ben je niet klaar om in een groepstraject samen te werken? Weet dan dat ik natuurlijk ook individueel met mensen aan de slag ga. En sowieso hoop ik jou te mogen ontmoeten tijdens het groepstraject of tijdens een individuele sessie, wat jij voelt dat jij nu nodig hebt. Want samen veranderen we de wereld. En aan het goud, liefde is de enige waarheid van jouw ziel. Tot in de volgende video.